Dit is Sophie. Sophie verkoopt IT-toepassingen in bedrijven. Ze is daarin vrij succesvol. Maar met de nieuwe contactpersoon in het bedrijf waar zij een grote order wil binnenhalen, wil het niet zo goed vlotten. De communicatie verloopt stroef en Sophie slaagt er niet in op dezelfde golflengte te komen met haar gesprekspartner. Alex is een supercreatief brein. Zijn ideeën zijn vaak vernieuwend en geven zuurstof aan projecten in het bedrijf waar hij werkt. Wanneer Alex zijn nieuwe projecten wil voorstellen aan het management, stuit hij enkel op kritiek en praktische bezwaren. Hoe slaagt Alex erin anderen beter te overtuigen van zijn projecten en ideeën? Marie-Roos is management assistant met oog voor detail en een groot organisatietalent. En dat is goed, want haar manager is een impulsief warhoofd die afspraken uit het oog verliest en zich vooral focust op strategische beslissingen. Dit frustreert Marie-Roos vaak omdat ze het gevoel heeft telkens weer op een muur van onbegrip te stoten. Samenwerken met mensen met verschillende persoonlijkheden is vaak een uitdaging. Om jezelf en anderen beter te begrijpen is er Insights Discovery. Insights gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, samenwerking en teamontwikkeling te bevorderen. In essentie onderscheidt Insights Discovery 4 groepen of kleuren: rood, geel, groen en blauw. Rood staat voor gedreven, besluitvaardig, direct en doelbewust. Geel betekent creatief, enthousiast en expressief. Groen staat voor harmonieus, geduldig en behulpzaam. Blauw heeft als voornaamste kenmerken analytisch, formeel, gedetailleerd en objectief. We gebruiken allemaal deze 4 kleuren in meer of mindere mate. De volgorde, combinatie en intensiteit waarmee we de kleuren gebruiken zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl. Via een online test krijg je een helder inzicht in je eigen communicatie en gedragsprofiel. Daaruit kan bijvoorbeeld blijken dat de kleur rood bij jou dominant is. Dat betekent dat je besluitvaardig bent, resultaatgericht en assertief. Neem nu Sophie uit ons voorbeeld. Sophie verkoopt IT-toepassingen in bedrijven. Haar dominante kleur is rood. Sophie houdt van een rechtlijnige aanpak, communiceert vrij direct en is recht door zee. Het wil echter niet zo goed vlotten met de nieuwe aankoper in het bedrijf waar ze een grote order wil binnenhalen. Deze aankoper heeft als denkvoorkeur blauw in zijn profiel. Dat betekent dat hij planmatig is, analytisch ingesteld en gefocust op details. Als Sophie dus op een succesvolle manier met deze aankoper wil samenwerken, is het belangrijk dat zij haar aanpak en communicatiestijl aanpast aan het profiel van deze persoon. Heel concreet betekent dit dat Sophie wat minder direct op haar doel afgaat en een goed gestructureerde offerte presenteert met oog voor alle details. Op deze manier krijgt Sophie een beter contact met de aankoper en verhoogt ze haar kansen op succes. Insights Discovery geeft je een beter inzicht in jezelf voor een efficiëntere samenwerking en communicatie met anderen, zodat je meer succes en betere resultaten haalt.